Daarom zie ik er nu ook uit als een verwilderde Neandertaler. Echt een kutdag. Ja, dat vind ik ook super fijn, maar ik kan het gewoon niet. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We zijn hier in Jessie's slaapkamertje. En we hebben het er een tijdje terug over gehad. Zijn oude kleding. Het is een hele doos vol. We hebben shirtjes. We hebben schoenen. Noem het maar op. Dat zit allemaal in deze doos. Heel veel dingen heeft hij echt misschien maar één keer aangehad. Of twee keer. Of in ieder geval. Het is allemaal nog hartstikke goed. Dus wat gaan we doen? We gaan het weggeven. We gaan het weggeven. Ja, dat vonden wij een leuk idee. En jullie vonden het ook een leuk idee. En jullie mogen bepalen wat we ermee gaan doen. Precies. Misschien zeg je van nou... geef het aan een goed doel, op er iets, of ik ken iemand, of ik zelf. Nee, ik niet. Ik pas het niet. Nee, ik ook niet. Of bijvoorbeeld mensen die heel de hebben een houden hebben verloren in de overstroming in Valkenburg. Dus laat even een bericht achter en dan... In de comments. Zoeken wij uit waar deze mooie doos naartoe gaat. Ja, maten? Ja, het ligt er al zo lang, dus het is al inmiddels van 86 naar 92 geloof ik. Zo, ongeveer. Dus dat, laat een leuke comment achter en wie weet win jij deze grote doos met kleding. Yes. En ook nog een paar schoenen. Ja, en waar ik het ook nog met jullie over wilde hebben is dat ik binnenkort een nieuwe grasmat ga krijgen. En iemand vroeg van kun je daar wat meer over vertellen? Nou, dat kan ik zeker. Ik ben er al een aantal jaar mee bezig. Het is sinds een jaar of 4, 5 ontzettend dun geworden en daar stoor ik me heel erg aan. En nu ben ik dus op zoek gegaan naar een bedrijf die dus haarimplantaten doet. En ik heb gekeken naar Nederland, België en een aantal andere landen. De behandelingen vinden plaats in Turkije en Istanbul. Daar ga ik binnenkort naartoe. In mijn eentje helaas, want René die kan niet mee. En dat zijn 4 dagen, dus ze gaan een dag heen. De tweede dag gaan ze behandelen. De derde dag krijg je een nabehandeling. En de vierde dag vlieg je alweer terug. Voor de prijs van zo'n 3700 euro. Je kan dan kiezen, ga je het verdoven of niet. En dat ga ik dus wel doen. Vervolgens krijg ik 3000 grafts, zoals ze dat noemen. Dat zijn de haartjes die ze pakken. 2000 in de eerste 2 centimeter. En over de rest van mijn haarhoofd gaan ze het een en ander plaatsen waar kan. Omdat daar nog niet heel veel weg is. Zie je hier op mijn kruintje, zie je nog wel, zie je ook wat kale plekjes. Daar gaan ze heel veel plaatsen. En vervolgens krijgen de haren die ik nog heb, krijgen een behandeling. Waardoor ze zeg maar een soort van 10 jaar verjongen. Want in je puberteit heb je heel veel hormonen, testosteron. Die tasten dat haarzakje aan, waardoor het een beetje verschrompelt. En na verloop van tijd gaat die een soort van dood. En dan komt er dus geen haar meer. De haren die ik nu dus nog heb, zitten een beetje in die laatste fase. Nee, ik even niet. Laatste fase. En door die behandeling verjong je dat zeg maar met 10 jaar. Dat noemen ze de A-celbehandeling. Dus dat gaan we ook doen. Ik ben al geweest voor de intake. Hij heeft het een beetje uitgetekend. Een beetje wikken en wegen. En met René over gehad. En heb ik gezegd van nou, laten we het maar gewoon doen. Als we het moeten doen, dan moeten we het nu doen. Want nu ben ik... ik wou zeggen 30, maar dat is niet. 37. En als we nog langer wachten, dan valt de rest ook uit. Want dit is lichaamshaar. En dit is hoofdhaar. En dit verlies je dus niet. En daar pakken ze, zeg maar, van achter pakken ze, dat is het donorgebied. Een man kan ongeveer 7000 haren doneren aan zichzelf. Dus ik ga nu 3000 pakken, ongeveer. En dan kan ik eventueel over een jaar of 10, 15 nog een keer laten doen. Dus dat is best wel een leuk vooruitzicht. Nekharen doen ze dus niet, maar daarom zie ik er nu ook uit als een verwilderde Neandertaler, omdat ik dus niet naar de kapper mag. Dus ik heb mijn nekhaar is langer dan mijn bakkenbaden. En dat is allemaal een beetje shabby, maar dat is dus omdat ik over een dag of 12, 13 naar Turkije ga. Ik ga jullie daarvoor, ik ga jullie meenemen. Ik ga de camera meenemen. En mocht er in de tussentijd nog vragen zijn, mag altijd in de comments. Laat een vraagje achter en dan gaan we die beantwoorden. Dus voor nu laat ik mijn haren lekker groeien. En dan gaan we samen kaal. En we gaan samen kaal, precies.
voor Turkije moet je dus wel even rekening houden dat het buiten de Europese Unie ligt. En je vaccinatiepaspoort ding die je via de app krijgt, is daar niet geldig. Dus ik heb nu op de SDU een vaccinatieboekje besteld. En daarin kan ik straks een stempel laten zetten, zodat ik met een gerust hart de grens over kan. Dus dat is wel eventjes handig om te weten. Ja, ik wilde dus nog gaan tegels snijden, maar het regent hartstikke. Dus dat gaat hem niet worden. Nou, ik heb nu toch 3 weken vakantie, dus er zal vast wel een droog moment tussen komen. Misschien straks nog. En dan zijn we ook een beetje aan het voorbereiden dat om 3 uur krijgt René een telefoontje. Ja. Want naar aanleiding van het interview op Den Haag FM hebben we een belletje gekregen van Vrouw. En Vrouw is onderdeel van de Telegraaf. En die wilde ook een interview. Dus nu komen we ook in de Telegraaf en op de socials en zo. Ik weet het nog niet precies. Waarom? In ieder geval bij Vrouw. Een Vrouw is onderdeel van de Telegraaf. Ja. Dus ja, super gaaf dat ze daar aandacht aan willen geven. Want ja, ik wil toch ook wel kijken. Aangeven dat ik eigenlijk vind dat de borstkankeronderzoek gelijk zou moeten lopen met die van de baarmoederhalskankertest. Ja. Gewoon vanaf 30. Ja. Ik heb zoveel mensen en jonge meiden gehoord. En dan denk ik, ja, heel die verzekeringswereld. Denk ik, beter voorkomen dan genezen. Ja. Ben benieuwd. Lunch? Ja. Ontbijtje, lunch, ja. Het is al 1 uur, maar het wordt een ontbijtje. Zo, terwijl Sergio de tegels aan het zagen is, heb ik mijn domein weer genomen in Jesse's kamer. Jesse Silver's kamer, want hij heeft zoveel speelgoed en het ligt overal en nergens en door elkaar. En met het een speelt hij al lang niet meer. En soms is het gewoon dat het zoveel ondergesneeld is dat je het ook niet meer pakt. Dus ik dacht, ik pak even een zen momentje. En ik ga hier eens even lekker opruimen. Ik ga muziekje aanzetten. En ik ga gewoon eventjes lekker autistisch alles op mijn gemakje zitten ordenen. Ja, ondertussen dat René aan het opruimen is. Is ze dus gebeld voor het interview? Omdat, we vlochten natuurlijk al. En ja, dit is ook weer zo'n onderwerp waar gewoon helaas heel veel mensen mee te maken hebben. En waarin je nu dus ook ziet dat heel veel mensen steun aan hebben. En ik ook steun uit krijg. Ben ik weer verder gegaan met tegelen. Zo, wij hebben hard gewerkt. Ja. En om ons even te belonen, hebben we sushi besteld. We wilden eigenlijk bijna naar de sushi tent. Ja. Maar toen dachten we, Jesse Silver was echt helemaal kapot. Hij was echt helemaal... Nou, hij was niet zo. Nee. Hij was... Staat de bal. Hij was gaan bowlen. Hij had een strijk. Zijn eerste strijk op zijn tweede. Ja. Doet hij wel even. Sergio die is verder gegaan met de badkamer. Ja, en we hebben tegels gedaan. Ik heb lekker gereorganiseerd en aardig bezig de slaapkamer opgeruimd. Dus nu gaan we even lekker genieten. En dan gaan we heel snel even lekker naar een restaurant, als ik me goed voel. En dan gaan we weer extra genieten. Maar nu lekker thuis met Olympische Spelen aan. 3 days later. We zijn er allebei een beetje vanaf. En René voelt zich voor het eerst, sinds eigenlijk de eerste chemo, echt helemaal kloten vandaag. Hij is echt de hele dag op de bank gelegen. Kutdag. Gewoon heel de dag hoofdpijn gehad. Heel warm ook, hè? Ja, een beetje griepgevoelens, weet je wel. Een beetje dat je denkt, oh, het is koud, nu moet het warm. Hmm. Terwijl ik geen koorts heb. En een dove gevoel. Ja, ze heeft natuurlijk die chemo gehad en die prik voor de darm, voor de darm. Eierstokken. Daar heb ik nog wel bij, een prik voor mijn darm. Ja, en de coronaprik en de tabletten. En natuurlijk de chemo zelf, niet te vergeten. En niet mijn prik, ja. Dus dat is allemaal een beetje veel. Het is eigenlijk net als met de eerste chemo, die viel ook een beetje zwaar. Toen had ik meer misselijkheid en ik heb al die tijd geen hoofdpijn gehad. Zoiets van, oh, als ik maar niet misselijk ben of als ik maar geen hoofdpijn heb. En ik dacht de hele tijd, oh, het is wel heel fijn dat ik in ieder geval geen hoofdpijn heb. Maar het begon eigenlijk vannacht al. Hè. Hadden we allebei, we hadden het heet. Het was onweer, het was warm, koud. Allebei hadden we dat wel. Ja.
Ik weet niet wat er vannacht was. Ik kon nog niet goed slapen. Toen kreeg jij ineens echt een dikke vette nachtmerrie waar ik je eigenlijk moest ontwaken, moest redden. Het loopt een beetje over van emoties. En het is gewoon heel dubbel. Aan de ene kant gaat het allemaal wel en het loopt allemaal. En, ja, we gaan boodschapjes doen en we koken en we doen de badkamer en de kleine. En tegelijkertijd wil je alles bijhouden en wil je nog veel meer doen, zoals andere video's maken. Ja. Je wil gewoon dat het normale leven ook een beetje doorgaat, dat vind ik ook. Ik merkte vandaag echt, met Jesse Silver, hij doet het zo super goed, hè. Het is echt zo'n lief ventje, die op dit moment gewoon meer verdient. Om gewoon lekker naar de speeltuin te gaan en dat soort dingen. Gelukkig hebben we een tuin en dingen, maar... Ja, ik ben vandaag weer met hem naar de speeltuin geweest. En vorige week naar het Zuiderpark. Dus op zich. Naar het strand. Ja, naar het strand. Ja, dat vind ik ook super fijn, maar ik kan het gewoon niet. Althans, nee, maar dat snap ik toch. Niet alleen. Nu. Vandaag is gewoon kut. Dat is echt kut. Echt alsof mijn hersenen... Ja, maar dat... ...vaak kunnen trekken, gewoon. Ik zou je dat ook nooit verwijten. Dat weet ik. Dat is wel voel vanuit mezelf. Gewoon dat ik denk, ja, dat wil je gewoon met die kleine man doen, weet je. Ja. Dat doet het zo goed en dan zie je hem echt... Je ziet hem gewoon groeien en echt zinnen maken en ineens fantasie krijgen en echt het hele verhalen zelf komen. Dat is zo geweldig. Van peuter naar kleuter ineens. Echt, ineens, ja. Dat is echt niet normaal. Ja, dan denk je, wat heb ik nou anders gedaan? En misschien denk ik de hele tijd, ik heb echt veel te weinig gedronken misschien. Nu hebben we vanavond even in bad gezeten. En nou moet ik zeggen, dat was wel echt even ontspannend voor mij. Ik heb ook heel erg de behoefte om gewoon even naar een lekkere spa of masseur te gaan ofzo. Echt hè? Dus misschien hebben jullie tips. Dat je zegt van, dat is echt goed en dat kan ook als je aan de chemo bent. Of dat kan geen kwaad. Of dat is echt heel erg ontspannend. Oh, ik zie er ook slecht uit vandaag. Ja, dus helaas, dit soort dagen zitten er ook bij. Gelukkig niet al te veel. Maar dit was echt even een... zo'n dag. Dus we gaan eventjes opladen. En, ik hoop het. Hopelijk morgen weer een nieuwe dag vol wat meer energie. En... jij je wat lekkerder voelt. Ik heb ook gewoon... Dat ik nu gewoon een beetje er tegenop zie om naar bed te gaan, omdat ik dan denk het wordt weer helemaal kut. Ja. Maar je bent wel grotendeels van je hoest af. Dat ben ik echt heel blij mee. Dat ben ik heel blij mee. Maar... Chemobrein, noemen ze dat. Ik jij snap. Heb je die poren van mij gezien dan? Hier heeft Jesse mij gekrapt. Hier krijgen we weer een rood puntje een beetje terug, waar het gelezen is. Mijn nekharen zijn nog langer dan mijn bakkenbaren. Ja, maar ja, dat is gewoon zonde om eraf te halen. Ik heb gewoon onwijs veel puistjes. Ik heb echt gewoon heel dun haar. En ik heb het lichaam van een vol slanke mango. Mango? Ja, het is geen peer meer. Was eerst boven nog een beetje zo slank en dan zo. Nou is het gewoon. Pff. Op die vrolijke noot sluiten we even af. Ik verslik me. Kap nou hoor. Kap nou. Vond je dit nou geen leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan het zetten als je het leuk wil blijven. Heel graag. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Ciao. Thank you. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you.